Sophie van 10 en Emma van 9 uit Helmond, die hebben al bijna 100 kinderen, 100 zieke kinderen kunnen verrassen. Want ze laten wensen in vervulling gaan. En de twee zusjes hebben ervoor de stichting Achterstevoren opgericht. Ze wilden zelf iets doen voor zieke kinderen na het zien van een indrukwekkende film over een ziek meisje. Sophie en Emma zijn kandidaat voor de titel Brabander van het jaar. Stichting Achterstevoren is een stichting die laat wensen uitkomen van ernstig zieke kinderen. En die brengt ook cadeautjes langs de ziekenhuizen. En die is begonnen met dat wij de film hebben gezien Achtergroepers huilen niet. En dat gaat over een meisje die heeft leukemie en die overlijdt daaraan. En dat vonden wij zielig en toen dachten wij, ja, we moeten iets doen voor zieke kinderen. Het is zaterdagochtend. In het Frans Jozef van Tielpark wordt een sportdag gehouden voor kinderen. De zusjes willen zo aandacht vragen voor hun stichting. Ja, je doet allemaal spelletjes en ook een rondje achterstevoren lopen. Voor het goede doel, hè? Ja. Wat vind je nou van die stichting? Goed. Ja. Nou, je helpt kinderen. Nou, hij wordt misschien nooit meer beter en dan is het wel fijn als hij... Als hij nog een beetje plezier heeft in zijn leven. Niet zo hard. Ik ben Sophie. En ik ben Emma. En wij zijn stichting Achterstevoren. Sophie en Emma werken met een team van professionals. Mensen die zich vrijwillig inzetten voor Stichting Achterstevoren. De stichting heeft geen geld. Bedrijven en instellingen werken belangeloos mee. We hebben heel veel wensen uit laten komen. 97. En we hebben al weekendjes weg uitgegeven en loterijen. We konden zien kinderen in een tank rijden en zo. Sophie en Emma zijn erbij als een ziek kind zijn of haar wens krijgt. En dat is soms best pittig. Sommige kinderen zijn ernstig ziek. Maar wat wij ook doen in vergelijking met andere stichtingen is dat de meiden de wensen in vervulling laten brengen. Dus Make-A-Wish is volwassenen doen iets voor kinderen. Maar bij Stichting Achterstevoren is het kinderen voor kinderen. En dat maakt ons, vind ik, in die zin wel anders dan de andere stichtingen. Ja, ja. En wat voor effect heeft dat als kinderen naar kinderen gaan? Ja, je zit direct op hetzelfde niveau, hè? Meiden doen ook actief mee met de activiteiten. Die hebben ook direct aansluiting met elkaar. En dat is gewoon heel leuk. En dat is echt kinderen voor kinderen. Sophie en Emma doen goed werk voor zieke kinderen. En daarom zijn ze onze tweede kandidaten voor de Brabander van het jaarverkiezing. Ik vind het superleuk. Dank je wel.